En ik zou ook willen stilstaan bij al die vrouwen en ook mannen die al zoveel jaren ook strijden voor het verder verbeteren van onze abortuswetgeving. Abortus uit het wetboek van strafrecht en de vrouw beslist. We hebben recht op zelf bepalen of we bedenktijd nodig hebben. Met de arts, niet met de wetgever. We hoeven niet betutteld te worden. We kunnen zelf beslissen over ons eigen lichaam. En hoe lang zij moeten nadenken, dat kunnen ze heel goed zelf uitmaken. Het wetsvoorstel is aangenomen. Dankzij de mensen die jarenlang niet opgaven, zetten we nu deze belangrijke stap. Maar we zijn er nog niet. We blijven strijden, ook in deze Tweede Kamer, voor rechten van vrouwen.